Volgende zaak dan. Een van de overvallers op de volgende beelden heeft een heel verknipt gevoel voor humor. Kijk maar naar zijn mutso. Iedere klant die zondagavond 9 februari in de DK-markt in Haarlem uit of inloopt, is dik ingepakt. Het stormt die avond zo hevig dat besloten wordt de super met ingangen aan zowel de Schalkwijkerstraat als de Gouwstraat een paar minuten eerder te sluiten. Maar net voor de deur op slot gaat, komen nog 2 goed ingepakte mannen binnen. Dit zijn echter overvallers. Ze lopen direct door naar de informatiebalie. En meteen valt op dat de achterste, wat stevige man zich wat op de achtergrond houdt. De voorste man heeft een wapen en richt dat op een 18-jarige cashière. Ze zegt zelf dat ze op dat moment even bevroor. Toch komt ze snel in actie. Haar chef komt haar bijstaan. Zodra ze de kassalade heeft losgemaakt, gaan de mannen zelf graaien. De rest van het personeel durft niets te doen zolang hun collega's onder schot zijn. Zodra ze het meeste geld bij elkaar hebben gegrepen, rennen ze weg via de uitgang aan de Gouwstraat. De politie, die snel naar de Haarlemse Dekenmarkt komt, stuurt daarna direct dit Burgernet-bericht, maar de daders worden niet gevonden. Beide daders leken volgens de slachtoffers een jaar of 20. De wat bollere man, die in eerste instantie een beetje achterbleef, droeg een opvallende donkere muts met een gouden ster. Hij had ook een geblokte sjaal voor zijn gezicht. De andere, wat langere en slankere man, droeg donkere Nike-sneakers en een donkere muts met logo. De cashière dacht dat er boef op stond, maar het blijkt bluf te zijn. De slachtoffers hoorden dat de daders Nederlands met een Noord-Afrikaans accent spraken. Ze maakten die avond cashgeld buit. Misschien konden ze daarna meer uitgeven dan anders en is dat opgevallen. Tippen over deze 2 kan bij de tiplijn, maar je kunt ook anoniem iets over hem vertellen. Bel dan 0800 7000, uiteraard gratis. Niemand komt dan te weten dat jij iets hebt verteld.